Goedemiddag, het is vrijdag en ik ben helemaal vergeten te vloggen. Ik dacht er vanmorgen aan en toen dacht ik er niet meer aan. Ik heb vanmorgen zwangerschapscursus gedaan. De persvariant wilde ik toch nog even... Ik ga niet! Oh, ga nu. Ja, ik moet even mijn sokken zoeken. Ik heb mijn sokken zoeken. En ondertussen paste mijn moeder op Niels. We moeten nog niet gaan. Oh, dit is mijn buik trouwens nu. Maar goed, het was heel leuk om even te doen. En ook leuke meiden, dus het was gezellig. En toen viel, of het was mijn SD-kaart vol. Maar wat ik wilde zeggen, volgens mij is dat we dus nu gezellig met mijn ouders gaan eten. Want Sven is er niet vanavond. En ik vertelde aan Pommes dat hij er open gaat. Sven is er vanavond niet, dus ik eet even gezellig daar. En het is Pinksterweekend, dus we hebben een lekker lang weekend. En morgen gaan Sven en ik op date. Hij weet nog niet wat we gaan doen, ik wel. We gaan naar de film, maar niet zomaar een film, maar een film die Sven heel leuk vindt. Hij denkt dat hij daar woensdag heen gaat met vrienden, maar dat is natuurlijk niet waar. Ja, of misschien gaat hij nog een keer, maar de vrienden weten wel dat hij met mij gaat. En, maar die begint best wel vroeg, maar ik denk wel dat we daarvoor nog even ergens een snel hapje gaan eten. Dus ja, ik neem je mee dit weekend. Oh, en we gaan nog naar een food truck festivaletje met Niels erbij. Dus, leuk! Dit is een heel mooi Playmobil huis. Kan helemaal openklappen en zo, dat vind ik fantastisch. Takelen met spullen. Kijk eens even. Lust je dat, mais? Kijk, radijsjes. Je hebt met oma allemaal mooie plantjes geplant. Ik moet even. Ja, ruikt lekker. Zachtjes, anders gaan ze al meteen. Hè? Ja. Hier nog meer plantjes. Oma geeft iedere keer water. En als de zon schijnt, staan ze lekker in het zonnetje. En dan moeten ze groeien gaan, hè. En op een gegeven moment gaan we kijken of er radijsjes in zitten, hè, in de grond. Groeien ze goed, Niels? Ik moet even hierin. Moet je even daarin? Ik denk dat die op slot zit, man. Ja, die zit dicht. Dat is niet om daar te zijn. Ja, dan moet je een sleutel hebben, maar daar is niks. Er staat een maaimachine voor het gras, hè. Oma doet de schoenen af, dan gaan we. Niet schrikken. Ik ben weer thuis. Niels zit lekker op bed. Mijn stem verdwijnt. En ik dacht, I'm gonna treat myself to a little mask. Dus ik heb eerst de L'Oreal Sugar Scrub, de Glow variant, gebruikt. Om even lekker te scrubben. En daarna het L'Oreal Pure Clay Masker. En deze is... Detox laat stralen. Nou, we gaan meemaken. Dus dat ga ik nu even lekker op de bank zitten. En ik ga zo meteen even mijn vlog voor dit weekend maken. Zeg maar die dit weekend online moet komen. En verder ga ik niet zoveel doen. Oh, en ik ga lekker een stuk chocola eten. Love it. Oh, Sven die had echt heel lief. Gisteren was verder ook niet. Oh, dat is hem niet. Niels vroeg heel erg om zijn vader. En ik zei van nou, misschien is het wel goed als je van vanavond gewoon een filmpje maakt waarin je hem even wel te rusten wensen. Dus dat had hij gedaan. Dat was echt heel lief. Niels ging echt antwoorden. Hij zei, nou papa, Niels, is het goed? Ben je nu lekker in bed? Ja. Dat is heel lief. Dus dat was heel goed. En nu ga ik even genieten. Dat hij dan toch nog niet blijkt te slapen en dat je dan zeg maar zo zijn kamer inkomt. Dat is wel echt heel erg fijn. Had ik niet over nagedacht. Goed, het ging goed. Hij zat me heel raar aan te kijken. Daar hoefde ook geen kusje. Nou ja. Ik heb net vlog bewerkt. Hij is vrij lang geworden. Maar goed, dat is niet erg. Het is nu 10:45. Ik ben best wel moe, dus ik ga gewoon lekker op bed nog even een beetje... filmpjes kijken en zo. Ik heb geen idee hoe het Sven gaat, maar dit was gezellig. Het is waarschijnlijk een van de laatste keren dat hij gewoon lekker onbezorgd kan, zijn drankjes kan doen. Want op een gegeven moment komt natuurlijk het punt dat hij
niet meer zoveel mag drinken, want you never know wanneer er een bevalling komt. Dus ja, ik ga lekker op bed liggen en ik zie hem wel verschijnen. Goedemorgen, stukje ochtendtafereel. zo, weg Sam. Wij hebben bedacht dat we even gaan zwemmen zo. Maar we hebben geen auto, dus we moeten naar een ander zwembad dan waar we normaal graag heen gaan. De auto staat bij de garage. Dus ik ben even aan het kijken. Ik heb net een poging gedaan om mijn perkje buiten te hakken. Maar ik zie natuurlijk helemaal geen snars. En nu moet ik nog even gaan kijken welke bikini nog past. Want ik denk een badpak wordt helemaal niks. Dus ik moet even kijken welke, nou ja, waar mijn borsten nog in passen. Dat was eigenlijk een beetje dingetje. Verder heb ik even sop voor Niels mee. Bodyloos voor mezelf, want ik krijg het heel erg jeuk na het zwemmen. Ik ga me thuis gewoon lekker douchen, want we hebben vanavond date night. Dus ga ik thuis gewoon lekker tutten. Zwemluiers voor Niels. Ik denk dat hij dit zwembroekje nog wel past, maar ik heb voor de zekerheid zijn maatje groter al bij me. Van de Hennis is deze en deze is van Tumble & Dry. En natuurlijk zwembandjes voor hem, zwembroek voor Sven, handdoeken. De heren zijn dus even lekker muziek aan het maken. En ik had gisteren van mijn ouders croissantjes van die, Danarol, maar dan van Albert Heijn geloof ik. Van die dingen die je zelf kan maken, meegekregen, want hij had mijn broertje blijkbaar laten staan toen hij daar sliep. En zij eten dat niet, dus zij wil jij dat meenemen. Ik dacht, nou top, dus ik heb vanmorgen wat gezegd. Een beetje een kapers geboren. Of nou nog steeds eigenlijk. Ze hebben met Niels en ik die croissantjes gemaakt. Met een plakje kaas ertussen gerold. En, nou, helemaal leuk. Vond hij helemaal fantastisch. En dan hebben we daarna zwemwakker gemaakt. Dus. Nou, dit kan. Het is toch verschrikkelijk, jongens. Deze heb ik ook. Maar wit is zo wit als je zo wit bent. Jongens, moet je nou toch kijken. Wij zijn weer terug van het zwemmen en daarna heb ik even gedoucht, want ik moest mijn haar nog wassen. En daar had ik in het zwembad allemaal geen kracht voor, want dat vind ik onhandig met Niels en zo. En dat kan ik niet allemaal meer bijbenen. Maar het was heerlijk, we hebben gewoon lekker gezwommen. Ook wel lekker om weer even gewichtloos te zijn. Wat is het, een ravage hier, hè? Jongen. Het was gisteren zo mooi opgeruimd en nu? Dit is mijn outfit. Ja, heel veel smaak heb ik niet. Dit jurkje is gewoon van Zara. Dit is een heel oud colbertje. De ballet. En ze hebben nog steeds geen idee wat we gaan doen. Ik heb ook een beetje gekke hints gegeven. Maar we zijn een beetje laat. Dus ik moet het eetprogramma denk ik iets aanpassen. Maar we gaan nu. Nou, we zitten. Ik zit aan een 0-0 biertje en Sven aan een wit biertje. En ik heb nu net verteld wat we gaan doen. En hij vindt het fantastisch. Maar ik had helemaal zenuwachtig gemaakt met allemaal teksten. Ik had gezegd dat hij zijn legitimatie mee moest nemen. En nou ja, dat het voor hem wat spannender zou zijn dan voor mij. Ik bedoel, dit is spannend. Nee, spannend heb ik gezegd, maar jij hebt er inspanning van gemaakt, dus ik dacht dat we gingen kano over de gracht of zo. Maar ik zei spannend omdat Sven fan is van de film, we gaan naar Deadpool 2. En hij zei, nee, maar dan ga ik koers mee. Ze hebben het ook allemaal al geregeld. Dus ook leuk om een keer verrassing te doen. Dus wij moeten nu vrij snel eten, want de film begint al om 7:10. Dus maar goed, ik heb kaartjes. Maar, ja, ik ben benieuwd. Nou, we delen, maar dit gaan we zien weg te werken in een half uur tijd. Hij zit in de film. En we hebben cozy seats. We hebben een soort bank en dan tafeltjes met kapstokjes. Helemaal sfeer. Het is 9:00. Zien we gaan. Dit is een pretty dik in je mouw. Nou, zoals je ziet, zij vond de film leuk. Nee, het was een hele leuke film. En die cozy seats, echt een aanrader. Ik zit echt fucking relaxed. Ik kan nu niet meer lopen. En het was een optie om nog even naar het casino te gaan, maar we zijn moe. 9:00. Maar nee, we hebben vannacht niet zo goed geslapen. Dus we gaan lekker naar huis. Gaan we thuis nog iets kijken of zo, toch? Ja. Ja.
En dan is er morgen weer een dag. Lang weekend, Pinksteren. Yes. Goedemorgen, het is zondag en ik begin weer zoals altijd het zondagritueel, de was en zo aan het doen. En oh, heb ik het daar teruggeschoven? Wacht even, ik wil even het laten zien. Ik was al een beetje begonnen met alles ophangen. Ik moet natuurlijk nog alles gaan wassen. Toen dacht ik ineens, oh ja, daar heb ik natuurlijk dat neutraal wasmiddel voor nodig. Dus dat, ik mag het straks wel weer allemaal afhalen hoor. Maar goed, het begin is er. En dit is het cadeautje voor Niels, voor als de baby er is. En dit moet ik allemaal nog opruimen, maar dat heeft geen haast. Eerst maar eens een keer die kleertjes gaan wassen. En dan de rest komt later. Het ontbijt is weer klaar. En ook voor Niels. Niels mag vandaag uit zijn mooie minion bek drinken. Meestal krijgt hij gewoon een glas. Maar soms moet je het een feestje maken met een rietje. Niels een hartstikke opvangen. We gaan lekker even buiten. We gaan spullen halen voor de pannenkoeken. Er komt niks aan. Nou, even goed kijken. Nee, dat komt niet aan. Oké, nou, daar mag je. De winkel was nog dicht, dus nu die gaat pas over een uur open. Het is natuurlijk Pinksteren. Dus we zitten gewoon even lekker in de speeltuin. Dat wil zeggen, ik zit en Niels is aan het klimmen en Sven staat erbij. Maar goed, 12 uur kunnen we erheen. Dus dat lukt ook nog wel, dan gaat hij iets later slapen, dat is niet zo erg. We zijn weer thuis, we gaan even zijn bed opmaken. Dat is een enorm dilemma, omdat we eigenlijk zeker willen stoppen met de speen. Maar ik vind het wel een beetje spannend. En ik kan nu niet echt slapeloze nachten gebruiken. Dus ik weet het niet zo goed. Maar ik denk dat we toch maar gewoon moeten gaan proberen. Lastig. Spannend moment, want Niels gaat zijn speentje wegdoen. Nou, we zijn heel trots op Niels, want hij heeft het, zijn speentje op de brievenbus gedaan. En nu gaan we pannenkoek eten met speciale Fred en Ed stroop. Hé Niels? Vliegtuig. Oké. Okay. Nou, dat is gedaan. Ik ben heel benieuwd. Hij is nu pannenkoek aan het bakken. Dat is natuurlijk een feestmaaltje. En dan gaat hij straks naar bed. Ik hou mijn hart vast. Ik ben heel benieuwd. Hij mag natuurlijk zijn knuffeltje houden, dus dat is heel fijn. Dat helpt denk ik wel. Maar hij is wel redelijk gehecht aan zijn speen. Hij heeft hem op zich alleen maar bij zijn slaap hoor. Dus het is niet dat hij er overdag ook mee verder mee rondloopt of mag lopen. Maar ja, het is natuurlijk wel een stukje comfort. Ze zijn nu pannenkoek aan het bakken dus. En dan gaat hij daarna slapen, hoop ik. En dan krijgt hij een mooie brandweerhelm. En dan als hij vannacht ook goed staat, dan krijgt hij er morgen dit en nog. Zat er nog allemaal dingetjes bij om mee te spelen. Dus die krijgt hij er ook bij. Fingers crossed. En we zagen net bij een restaurantje in de buurt dat ze een hele lekkere Pinkster aanbieding hebben met een minuutje. Dus we dachten misschien dat we dat gewoon lekker gaan doen vanavond. Met z'n drietjes. En dat is ook een plek waar Niels graag speelt. Dus ja, misschien dat we dat gaan doen, hè, Mietens? Ja, oude gangsterkat ben je. Ja. Joke, ga je mij filmen? Nou, dit is de situatie nu. Hé, hey, Mietje. Dat is heel mooi, een envelop. Gekleurd en nou, wilde hij het me indoen, maar toen besefte hij zich ineens van hé, wacht eventjes, dus toen ging hij huilen. Dus ben ik even op de bank gaan zitten met Paddy erbij, zijn knuffeltje en zijn speen. Van, nou, hè, we gaan nu in de envelop doen voor andere kindjes. Ik wilde dus niet het woord baby gebruiken, maar gewoon ander kindje. En toen zei hij, oh ja, oh ja. En
Toen wilde hij zijn Paddy er ook nog. Ik zei, Paddy is van jou, Paddy mag je houden. Het ging niet allemaal zo mee knuffelen. Ik zei, ja, leg die maar lekker in je bed. Die gaan we straks, kan je dan lekker mee slapen. En dan gaan we spelen de bus doen. Oh, ik hoop zo dat het werkt. Mama. Oh ja, het ei. Oh, niet aan zitten. Oh. Nee, dan moet je even je handen wassen. Niels is pannenkoek aan het bakken, hè Niels? Oké, ik durf eigenlijk niet te praten. Hij ligt te slapen. Dat was wel een beetje een drama, want nu kwam natuurlijk echt pas het besef van oké, hij is weg. Hij had ook nog een poepluier, dat is eigenlijk het enige met slapen en met verschonen mag hij zijn speen. Dat was wel even heftig. Dus ik ben even bij hem gaan liggen en heb hem gerustgesteld. En dat papa mama ook geen speen hebben, dat goed is voor je tanden en bla bla. Maar ja, dat interesseert hem natuurlijk op dit moment niet. Hij wil gewoon dat ding hebben. Maar toen heb ik nog boekjes gelezen. Ik ben echt bij hem in bed gaan liggen, boekjes gelezen. Hij wilde ook zijn nachtlampje aan. Dat staat nog aan. Dat moet ik zo nog uit gaan doen. Maar hij slaapt nu. Echt. Oh, vanavond. Nou, we gaan het zien. Zo leuk. Kijk nou. Helemaal blij. Ik durf niet meer te praten. Na 3 kwartier was hij wakker. En hij zit helemaal overstuur, zoals je hoort. Ik heb er een tijdje bij gezeten en gerustgesteld. Dan lijkt hij af en toe rustig te worden, maar dan ineens gaat hij in blinde paniek weer dat ding zoeken. Hij is echt ontroostbaar. Ik weet niet goed wat ik nu moet doen of ik er dan juist bij moet blijven zitten. Ik heb er nu denk ik 10 minuten of zo bij gezeten. Maar hij is echt heel moe nog. Ik denk dat ik hem heel eventjes 2 minuutjes of zo later dat ik er dan weer heen ga. Ik vind het zo ingewikkeld. En Sven is hier eigenlijk beter in. Want ik wil eigenlijk gewoon eruit tillen en meenemen. Maar dat moet je natuurlijk niet doen. Hij is ook helemaal overhit van het huilen. Het leek zo goed te gaan. Brandweerman Niels is de brand aan het blussen. Hij heeft een brandblus als onderdeel van zijn cadeautje, omdat hij zonder speen heeft geslapen. Een heel grote jongen is. Heel. Ja. Hé, hey, jij hebt mij nog een beetje in die hoofd. Nee. Oh ja, ik weet hier. We hebben lekker eten. Dit is ons voorgerecht. Vergeet het bijna te filmen. En Sven heeft hetzelfde, maar dan net als mensen. We willen gaan zonder. En een toetje gebeuren. Hij zit inmiddels op bed. Het duurde vrij lang voordat Niels ging slapen, maar hij heeft niet echt heel hard gehuild. Dus er is al wel meer rust. Uiteindelijk heeft ik denk een uur of zo Sven even bij gaan liggen. Hij moet gewoon even over die drempel heen. Dus dat wordt straks weer een ander probleem om dat dan weer. Maar ik denk, als hij eenmaal gewend is en dat hij kan slapen zonder, dan kan je dit wel weer vrij makkelijk, hoop ik, fixen. Maar in ieder geval, wat ik wilde zeggen, want niemand snapt het verhaal nu nog, is dat Sven uiteindelijk dus even bij hem is gaan liggen. Maar die was zelf ook in slaap gevallen. Dus ik kwam op een gegeven moment even kijken, want het duurde heel lang. Toen zag ik ze zo samen liggen, zo gezichten tegenover elkaar en Niels' armpje zo bij Sven. Vet cute. Dus we hebben er allebei weer bij gelegen en ik ben gewoon heel benieuwd hoe de nacht nu gaat. Maar het was echt al een stuk minder hysterisch dan vanmiddag, dus hij snapt nu wel van oké, dit is het. Tenminste, voor nu. 2 kranen. Heb je 2 kranen? Ja. Oh. Nou, doe je ding, brandweerman Sam. Maar ik doe allemaal. Ja.
zo die ziet. Zo die ziet. En dan komen mijn jongen. Goedemorgen. Zoals je ziet is Brandtman Sam al druk in de weer. Hij heeft echt mega goed geslapen. Nul keer wakker. Het duurde dus even voordat hij ging slapen, maar daarna. Oh, de brandweerblusser. Ja, ik kom eraan. We zijn even buiten geweest. Dat wil zeggen dat de heren hebben gevoetbald en ik heb gekeken. En zo meteen komen onze buren. Gaan we even een bakje doen in de buurt. Dus ja, een soort dagje. Wij zijn in de speeltuin beland, want het festival ging hem gewoon niet meer worden. Dus slaaptraining met zonder speen. Ging trouwens super goed. Hij heeft niet gehuild. Alleen, je moet hem wel echt pas naar bed doen als hij moe is. En we waren wat laat thuis. Dus nou, was nog even en er kwamen mensen aan. Ik praat zo ver. Volgens mij was ik net in de speeltuin aan het uitleggen dat we dus dat trekfestival niet meer gingen redden vanwege de speentraining die wat uitliep. Maar hij deed echt super goed. Hij ging gewoon liggen. Geen gemiep, niks. Alleen het duurde gewoon lang voordat hij in slaap was. Was wat meer aan het zingen en aan het doen. Hey, mittens. En En toen werd hij dus op een gegeven moment halverwege wakker. Na 3 kwartier of zo. En dat is meestal één blok slaap. Zo noem je dat ook weer. Gewoon één cyclus. En maar ik ging er niet heen. Want ik dacht ik hoor hem alleen maar kletsen en zingen. En toen is hij daarna dus ook weer gewoon in slaap gevallen. En toen heb ik hem uiteindelijk wakker gemaakt. Om 4 uur. Dus heeft hij uiteindelijk gewoon goed geslapen. Ja. Oh, Mipi. Oh, dat is gezellig, hè. Na een badje hebben wij een lekkere lasagne. Roos heeft in bed. Nou, dat was nog een spectaculaire avond. Ik ga de vlog maar afsluiten. Want ik ga zo lekker slapen. Ik heb nog even wat gewerkt. Morgen een belangrijke dag op het werk. En dan is het nog een paar dagen. Oh, er zijn maar 2 weken werken, maar Pinkster en zo zit erbij. Dus een paar dagen werken en dan heb ik verlof. Oh, zo aan toe. Yes. Wel nog een hele leuke week om mijn werk. Dat is prima, maar ik ben wel echt heel erg toe aan verlof. En dan zit ik nog even te denken hoe ik het ga doen met vloggen. Juist door de week, juist in het weekend. Nou, we gaan het allemaal meemaken. En dan ga ik natuurlijk nog over de vluchttas of de vluchtkoffer en de laatste dingen voor de babykamer en hoe ik alles klaarmaak en doe. Dus dat neem ik jullie allemaal in mee. Dit weekend was een beetje saai, denk ik, voor jullie. Voor mij was het een heerlijk weekendje. Dus ik hoop jullie toch een beetje leuk hebben gevonden. En ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Goed dat je het zo ver volgehouden. En ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Doeg!